Ik ben Frederik van Tricht, van Kaasraffinage van Tricht. Wij zijn sinds het prille begin kaaspartner bij Cru, vier kaaspartners. Samen met de kaasaankoopster van Cru gaan wij per seizoen een hele mooie selectie maken van ambachtelijke topkazen. En ook voor dit jaar hebben wij voor de kaasschotel een heel mooi assortiment samengesteld van verschillende kaastypes uit verschillende landen. Ik ga ze nu voorstellen stuk voor stuk en we gaan starten met de meest zachte en dan gaan we zo in smaak gaan opbouwen en eindigen met de meest krachtige van het assortiment. We gaan van start in Italië met een heel populair kaasje, de Rosso di Lago. We zitten in het noorden, in Piemonte. Het is een kaas van twee soorten melk, koe- en schapenmelk. Heel erg romig, het is op basis van gepasteuriseerde melk. De korst wordt lichtjes gekleurd met een natuurlijke kleurstof, dat is annatto. Dus daarom dat hij zo mooi rood-oranje is van kleur. Als tweede kaas gaan we naar Frankrijk, naar de Nouvelle Aquitaine en we gaan een Motet sur Feuille proeven. Motet sur Feuille, natuurkorst geitenkaas, gerijpt op een kastanjeblad. Dus dat kastanjeblad dat gaat een invloed hebben op de rijping van de kaas, want op de plaats waar het blad de kaas raakt, kan de kaas niet ademen en gaat dat iets smeuiger rijpen. Je kan ook door het blad wat aardse toetsen terugvinden in de kaas. Naar West-Vlaanderen, naar de Westhoek, met het Moerduiveltje. Je hebt er een kaasmakerij, de Moerenaar, die verschillende kazen maakt. Dit is een zachte witschimmelkaas. Gepasteuriseerde koemelk, heel zacht. Er zitten wat yoghurttoetsen in. Ook leuk om in het begin van de kaasschotel te gaan proeven. Le triple crème. Van waar komt die naam? Triple crème, drie keer room. Dus er wordt hier bij de melk heel wat room toegevoegd. Dan door het toevoegen van die room krijg je geen smeuïge kaas. Als je hem aansnijdt kan je zien dat hij wat krijtig aanvoelt. Maar vanaf dat je hem in je mond steekt, gaat hij mooi smelten en krijg je echt een boter gevoel en een boter smaak ook wat. Wordt ook redelijk gezout, dus wel mooi smaakvol. En wordt gemaakt uit rauwe koemelk. Verrijkt dus met die room. Gaan we een halfharde kaas proeven, een exclusiviteit dat we leveren aan Cru, noemt ook de Cruton, en is ook weer een mix van twee soorten melk. Dus komt uit de provincie Luik, wordt gemaakt op basis van schaap- en koemelk. Schaap ga je een heel klein beetje proeven, het overgrootste deel van de melk is koemelk. Het is wat we noemen een ton. Een ton wil zeggen een halfharde kaas. Leuke is dat de man ook de melk van de eigen boerderij verwerkt. En dus dan heb je ook weer die verse melk die wordt gebruikt. Die wordt direct verwerkt tot kaas. Heb je geen smaakverlies. Weer een stapje hoger in smaak, in complexiteit en ook smaakervaring is de wanderkeze. We gaan dan naar Oostenrijk. Het is een echte bergkaas, het is redelijk lang rijpt, 6-7 maanden, dus hoe langer dat die kaas rijpt, hoe meer smaakvol dat die gaat worden. Je kan ook die witte puntjes erin zien, dat zijn de rijpingskristallen, dus dat is de caseïne, de melkeiwitten, dat een binding gaan vormen en dat geeft ook een heel leuk mondgevoel. Als je dat opeet, gaat dat een beetje knarsen tussen je tanden. De wanderkeze wordt gemaakt in Oostenrijk op de grens, vlak bij de grens met Zuid-Duitsland en ook Zwitserland. Zit een beetje in de stijl van een appenzeller type. Weer wat meer uitgesproken is de marwal. We hebben nu voor de schotel een marwal gekozen die gewassen wordt met een bier. Een bier dat ook uit de regio komt. We zitten daar in het noorden van Frankrijk, Noord-Pas-de-Calais. Gewassen korstkazen of roodsmeerkazen zijn kazen waarbij de korst wordt gewassen, meestal met pekel. In dit geval eerst met pekel en dan met bier. En hoe meer dat je een kaas wast met pekel of met een bepaald soort alcohol, hoe sterker dat hij gaat worden van smaak. Dus de Marwal Fermier, ook weer boerderij gemaakt, rauwe koemelk en dan op het laatste gewassen met wat bier.
Dan eindigen doen we met een blauw schimmel. Weliswaar een wat zachtere blauw schimmel. We zitten nu in het noorden van Italië en we gaan de Toma Blue al RB proeven. Toma, we hebben er juist al ook een crouton gehad. Toma wil eigenlijk zeggen het Italiaans voor ook wat alafarde kaas. En die schrijft met wat kruiden. Op basis van gepasteuriseerde koemelk. Die kruiden die gaan echt heel mooi een smaak afgeven aan de kaas. En het is ook een vrij toegankelijke blauw schimmelkaas. Dus je mag hem zeker niet vergelijken met een Roquefort, die heel heel sterk is. Dit is wat zachter, wat toegankelijker. En eigenlijk ik mag het misschien wel een instablauwe noemen. Er zit ook wat zoetigheid in. Dus zelfs mensen die niet zo van blauwe kaas houden, raad ik toch aan om hier zeker een stukje van te proeven. Zo, dat was het assortiment van de hoofdmaaltijd kaasschotel voor dit jaar. Ik hoop dat jullie ervan genieten.